Johan is er al. Ik ben een beetje moe. Wat een geklim. Oh dear, oh dear, oh dear. We spoke to an English woman and she was asking, are you lost? Because we have a strange way to go to St. Leo. And the way is very steep, as you can see. And the Italian, they drive very fast. So it's a nice way, but very, very steep, very narrow. And well, what can I say? A lot of bumps are on the road. So Jorn is having a hard time to get me safe. Oh dear. Well, I will enjoy the view. Vind ik nou zo leuk. Velden met alleen maar bloemetjes. Leuk gekleurde bloemetjes. Paars, wit, geel, roze, rood van de klaprozen. San Leo. We zijn in San Leo en het uitzicht is hier heel mooi. En er zijn zoveel vlindertjes. Nou, ik kan hier wel heel de dag staan. Koninginnenpaasjes en nog veel meer. Oh, er komt net een hele mooie voorbij. Eentje met geel. Die heb ik nog niet vastgelegd. En leuke bloemetjes. En er is hier ook een fort. Ik vind die leuk. Daar vliegen de vlindertjes. Daar achter is het fort. Johan is er al. Ik ben een beetje moe. Wat een geklim. Maar daar is het fort van San Leo. Mooie blauwe lucht. En niemand die er ligt. Nee, snap jij dat nou? Nee. We zijn hier in Rimini. Ja. Aan de strand. Ik wilde nog even de kust bekijken. Short break. Voor we onze tocht verder zetten. It seems like we're almost only the lonely and the sun is coming. Ik zie het reuzenrad. Na de bloemetjes en de vlindertjes en de heuveltjes.
de zee. Oh, leuk.